dag van de verpleging, tablets voor afstandsonderwijs en wat zijn virussen? Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Ze ontvangen een applaus, krijgen cadeautjes en worden extra verwend. Nu het coronavirus er is en ze extra hard moeten werken, worden de verpleegsters in de hele wereld in het zonnetje gezet. Maar vandaag is het extra bijzonder. Elk jaar op 12 mei is het namelijk de Internationale Dag van de Verpleging. Er was muziek, toespraken en verwennerij. Op de verjaardag van de beroemdste verpleegster Florence Nightingale wordt er in het ziekenhuis behalve verpleegd ook een klein feestje gevierd. Vandaag werden in het academisch ziekenhuis verpleegsters gedecoreerd. Ze kregen een speciaal lintje als bewijs dat ze al heel lang heel hard werken om zieke mensen te verplegen. Op deze dag worden die verpleegkundigen, alle zorgen, alle mensen in de zorg, verpleegkundigen, extra in de bloemetjes gezet. Ik vind het eigenlijk een grote eer, omdat dat niet altijd gebeurt. Dat een verpleegkundige of mensen in de zorg echt die waardering krijgen die ze verdienen. Deze dag is een leuke dag, omdat we worden gewaardeerd. Want we werken hard en zo'n dag als verpleger vind ik wel heel goed, want dit is dan onze schouderklopje. Het blijft moeilijk om uit alle verpleegsters een keuze te maken. Maar dit jaar werden zuster Joshua, zuster Misikaba en zuster Jong-on speciaal gekozen. Wat ik ervan vind dat ik genomineerd ben geworden, het is eigenlijk verrassend voor mij. Ik denk dat er misschien iets speciaals is, dat ik misschien iets anders doe of verschillend doe. Ik neem aan dat men kijkt naar een aantal regels, je moet voldoen aan een aantal criteria's. Ik denk, daarom hebben ze dan van mij gekozen. Ik had het wel niet verwacht hoor. Omdat ik mijn werk naar behoren doe. Dus vandaar. Aan de hand van het werk dat ik verrik op de afdeling, hebben mijn collega's gezien, ze zijn tevreden en zo hebben ze me dan voorgedragen. Waarom ik heb gekozen voor dit beroep? Het is eigenlijk een roeping. Het was voor mij een roeping. Om patiënten te helpen en motiveren als ze niet willen eten. Dat ze kunnen eten. Zeg, u moet eten om op te knappen, om beter te worden. Ik was heel jong en ik had een broer die ziek was. Ik zat daar, ik kon hem niet eens helpen. En toen zei ik aan mijn moeder, ma, als ik groot ben geworden, ga ik in de verpleging om mensen te helpen. Want ik kon het niet zelf voor mijn broer, maar ik ga het voor mensen doen, andere mensen. Als eerst wil ik alle verpleegkundigen, ziekenverzorgenden, iedereen in de zorg feliciteren met deze dag. En ik zou zeggen, keep up the good work. Doe je werk altijd naar behoren. De patiëntenraad staat centraal. Wees altijd bereid. Wees lief naar de patiënten toe. Want ze komen met hun bagage naar het ziekenhuis. En dan heb je dan ook een zuster die misschien met een zuur gezicht komt. Weet je, dat is ook al zo stressend voor de patiënt. Dus ik zou zeggen gefeliciteerd. Keep up the good work. Samen zijn we sterk. Awesome. Vandaag is het precies 200 jaar geleden dat Florence Nightingale werd geboren. Zij werd wereldberoemd als verpleegster van de zieke en gewonde Britse soldaten tijdens een oorlog. En ze heeft de eerste school voor verpleegsters opgezet waar ze het vak konden leren. 1000 tablets en routers zijn door Huawei, een telefoonbedrijf in China, geschonken aan 110 scholen in Suriname. De scholen kunnen dit gebruiken voor een project waarbij ze via internet les krijgen. E-learning betekent online opleiden. Voor leerlingen die via internet lessen kunnen volgen. Dat kan alleen als je laptop of tablet hebt. In de tussentijd zitten we nu met de COVID-19-pandemie. En daardoor zijn we dan wel een beetje genoodzaakt om die strategie aan te passen.
Waar wij dus de request gedaan hebben voor 100 scholen in het achterland, moeten we dus nu samen in de werkgroep bestaande uit onderwijs, e-government, PTC, Telesuur en de UNESCO, die een Moodle-partner is. Werken wij dus nu aan de wijziging van de strategie en kijken wij ook hoe snel, want nu moeten we dan sneller dan gepland was, dit e-learning platform opleveren, zodat het onderwijs gebeuren feilloos of zo vlekkeloos als mogelijk door kan gaan. Een paar maanden geleden is er een verzoek gedaan aan het Chinese bedrijf. Maar nu de scholen gesloten zijn en de tablets heel dringend nodig zijn voor internetonderwijs, was het wel fijn dat de spullen nu al naar Suriname konden komen. De minister van Onderwijs is er daar blij mee. This whole COVID pandemic has forced us to leap forward in e-learning. And especially for our children in the districts of Sipaliwini, Bokoponda and Marowijne, and we already have the whole plan ready, we will take this opportunity by using the tablets in Dutch, but also to make use of the traditional languages to give the instruction in the languages which are used in those resorts of Suriname. Het ministerie van Onderwijs is nu druk bezig om het plan van online lesgeven verder uit te werken. Dat doet ze samen met Telesuur, Polytechnisch College, e-government en UNESCO. En ja, niet alleen de scholen zijn gesloten door de coronacrisis. Ook veel gezinnen hebben moeite om elke dag boodschappen te kunnen doen, omdat ze bijvoorbeeld nu door de maatregelen hun normale werk niet kunnen doen. Boothouders bijvoorbeeld die in het oosten van ons land wonen en werken, mogen nu geen passagiers vervoeren van en naar Frans-Guyana. En als je niet kan werken, verdien je dus niets. Ja, kijk, als er een, ook in de partiële lockdown, is het zo dat we dus de mensen in de gelegenheid stellen om ook zeker in het binnenland naar hun kostgrondjes te kunnen gaan. Dus het helpt een heleboel als de mensen dus richting hun eigen kostgrondje kunnen gaan om ook in hun, wat ze gewend waren in hun dagelijks onderhoud te voorzien. Desondanks is het besluit dus van de regering dat er voedselpakketten zullen moeten worden gegeven aan de mensen die dus inderdaad in de area van de grens, dus de, in dit geval de Marowijnrivier, de Lawa-rivier, dat dus die mensen inderdaad in aanmerking zullen komen voor een voedselpakket. Gisteren maakte de minister van Financiën Hoefdraad ook bekend dat er geld wordt vrijgemaakt om mensen die het nu extra moeilijk hebben iets extra's te geven. Zoals kinderen, ouderen en mensen met een beperking. In totaal is er 400 miljoen SRD. Het zal een maand op maand evaluatie zijn. De juiste checks en balances moeten altijd worden gedaan. We gaan combinaties kunnen krijgen dat één persoon werkloos is, maar op hetzelfde moment ook de AKB ontvangt. Of AOV plus werkloosheid. Dus, maar zeker, we gaan niemand tekort doen. Zeker in de eerste maand zal het veel breder zijn. Maar naarmate de teams zich daarmee gaan bezighouden, dan zal de nodige clean-up worden gedaan. Een paar weken geleden hielpen wij jou beter begrijpen wat een vaccin is. Nu met behulp van een geneticus zijn virussen aan de beurt. Vandaag brengen wij een bezoek aan het medisch lab van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar Dr. Codrington ons wegwijs maakt in het lab en ons vertelt hoe een virus werkt. Virussen die zijn niet altijd bad boys. Er zijn goede virussen en er zijn ook slechte virussen. Laten we beginnen met de goede virussen. Er zijn virussen die gebruikt worden om ons te helpen om onder andere kanker tegen te gaan. Er zijn virussen die bijvoorbeeld ook heden ten dagen gebruikt worden om sikkelcellen te genezen. Dus je ziet het, er zijn goede virussen. De slechte virussen die kennen we. En de grootste boosdoener op dit moment natuurlijk is het COVID-19 virus. Waar iedereen heel bang voor is en denkt, mensen gaan dood. Maar ik wil daar ook over zeggen dat in principe COVID niet de bedoeling heeft om ons te doden. Dus
misschien zou je COVID zelfs onder een goed virus willen kunnen rangschikken. Omdat virussen in algemeen in harmonie en in vrede met ons willen leven. Want ze houden dus ook de bacteriën die in ons lichaam zitten. Want we hebben tienduizenden en misschien honderdduizenden bacteriën en andere virussen die in ons lichaam zijn. En doordat ze met elkaar in samenleving zijn, dan zorgt de een ervoor dat de ander niet de overhand krijgt. We zien wel dat mensen ziek kunnen worden. En vaak is het niet zozeer het virus zelf wat ons ziek maakt, maar het is onze eigen reactie op het virus. We gaan in een soort overdrive, we gaan in een reactie waar ons lichaam niet meer stopt om die aanvallen te plegen. En dan zien we dus dat onze eigen organen aangevallen worden en daardoor kapot gaan. Bij jonge mensen in het algemeen zie je dus dat we virussen krijgen. We maken de goede antistoffen, de soldaten, en daarna zijn we weer genezen. Bij oude mensen zijn de soldaten waarschijnlijk wat ouder. Die zijn niet zo effectief en daardoor krijg je dus dat er andere zaken ontstaan. Dus ik zou bijna willen zeggen, ook COVID heeft niet de bedoeling om ons van kant te maken. En wij zijn als mensen in staat, ons lichaam, om COVID voor een groot gedeelte, en zeker 80-90% van de mensen die COVID krijgt, die zal niet eraan doodgaan. Zoals je hier ziet, is er veel denkkracht en apparatuur nodig om wat niet met het blote oog te zien is, te kunnen detecteren en analyseren. Ook tijdens deze pandemie is de medische wetenschap druk bezig om precies erachter te komen wat het is en hoe wij er tegen kunnen vechten. Morgen vertellen we jullie meer hierover. En dat was het voor het Jeugdjournaal. Tot morgen!